De sprint. Het sprinttoernooi begint met een kwalificatierit over 200 meter met een vliegende start voor alle deelnemers. De renners met de vier beste tijden in de kwalificatie plaatsen zich direct voor de kwartfinales. De series worden vervolgens aan een knock-out principe onderworpen. Een race gaat over drie rondes. Vanaf de kwartfinale rijden de deelnemers minimaal twee keer tegen elkaar. Is de stand gelijk na twee duels, dan volgt een beslissende sprint.